Je ziet hier een spiegeltje, geen rimpeltje in het water, dus ja, op dit moment geen zwemmers. Ja, we wachten op mooi weer. Vanmorgen vroeg, het Borgele Bad in Deventer. Vanaf maandag geopend, maar geen zon en dus ook geen zwemmers. Terwijl het 2 weken geleden wel zomer leek. Toen waren de buitenbaden nog gesloten. Er zit natuurlijk een hele strakke planning op de opening van dit zwembad. A, moet het water erin, alles moet schoongemaakt worden, het moet ook op temperatuur komen enzovoort enzovoort. Dus hoe verder je naar voren zou willen plannen, flexibel zou willen zijn, hoe verder je dat naar voren moet halen. Je begrijpt, daar zit ook een kostenplaatje aan. Zwembad De Koerbelt in Rijssen was vandaag voor het eerst geopend. En er waren zelfs al een paar durvals die met deze temperaturen een duik namen. Is het niet heel koud in het water? Nee. Ja, dan maak je mij niet wijs. Nee. Als je er helemaal aan gewend bent, dan is het lekker warm. Wat je maar warm noemt. Vandaag was toch niet echt zwembad weer. Het is in ieder geval beter dan vorig jaar om deze tijd. Toen hadden we nog vorst. Er zijn altijd mensen bij die het niet erg vinden dat het water iets kouder is. Maar die toch graag die uitkijken naar het buitenseizoen weer. Die toch graag een baantje buiten willen zwemmen. En kinderen die met name de duikplanken aantrekkelijk vinden. Je staat helemaal te trillen. Ja. Ga je nou nog snel naar binnen toe of zo? Nee. Ja, ik vind binnenbad niet zo leuk. Waarom niet? Ja, omdat er duikplanken zijn die buiten. In Den Ham wordt ondertussen nog hard gewerkt om dit weekend open te kunnen. De broodnodige proviant wordt nog aangesleept en ook de kleedruimtes zijn nog niet helemaal af. Zwembad De Groene Jager is geprivatiseerd en draait helemaal op vrijwilligers. Het is 100% vrijwilligers wat hier actief is. Niemand betaalt. Dat was ook de enige mogelijkheid om zeg maar het te privatiseren, de exploitatie over te nemen. Dit is het tweede seizoen van de privatisering. Spannend. Dat is spannend, dat loopt goed. Ik denk dat de proef voor ons komt in het derde en het vierde jaar. Kunnen wij de vrijwilligers vasthouden? Want zonder vrijwilligers geen zwembad. Zaterdag is de feestelijke opening in Den Ham. Nu maar hopen dat het mooi weer wordt. In ieder geval dat het droog is. Aan de temperatuur van het water zal het niet liggen, want die is 23 graden.